Goedendag, ik ben Nicolas van Mieghem. Ik sta hier met Wijnand en Dekker. We zijn alle twee interventiecardiologen hier aan de Erasmus Universiteit Medisch Centrum. En we willen het vandaag hebben over orbital aterektomie. Dat is een nieuwe techniek om kalk te behandelen tijdens uh, dotterbehandelingen van de kranslagaders. Uh, het is een soort van diamantkroontje dat aan 80.000 toeren per minuut in de kranslagader ronddraait om op die manier kalk te verbrijzelen. Ja, we hebben deze techniek voor het eerst gebruikt op 5 februari. En sindsdien zijn we dus nu een maand onderweg en hebben we een kleine 20 patiënten behandeld. Het is een mooie aanvulling om verkalkte bloedvaten te behandelen. Dus in complexe patiënten. We hebben daarvoor al andere technieken, maar die voldoen niet altijd. En dan is dit een mooie Aanvulling om uh, toch uh, de vaten goed te kunnen behandelen, zodat we uh, goed de stands kunnen plaatsen die we gebruiken bij dotterbehandelingen en het risico te verlagen dat patiënten terugkomen uh, omdat de uh, stand toch niet goed geplaatst kan worden. Aardeverkalking en in het bijzonder uitgebreide kalkneerzetting uh, in kransvergaders kan een enorm probleem zijn tijdens dotterbehandelingen. Wij gebruiken daar tegenwoordig ballonnen, speciale ballonnen en soms ook diamantboordjes voor. Maar nu hebben we dus een nieuwe techniek die mogelijk eleganter is, subtieler, maar even efficiënt. Ja, we zijn eigenlijk al lang bezig geweest om deze techniek naar te. Nou ja, naar hier en naar Europa te krijgen. Dat heeft uh, ja, wat vertraging opgelopen, natuurlijk ook uh, door de corona. Uh, maar we zijn erg blij dat we deze techniek uh, nu hier hebben uh, kunnen krijgen. En uh, ja, we zijn dus nu bezig om daar meer feeling uh, mee te krijgen. En uh, om ook precies te weten wat het apparaat nou bewerkstelligt, uh, doen we de procedures ook met extra uh, imaging. Dus we kijken met, uh, met een speciaal cameraatje in de bloedvaten om te kijken. Uh, als we met, zo met dat apparaat door, de bloed, door het bloedvat zijn geweest... wat het effect op de kalk is en of we daadwerkelijk de kalk uh, verbreizelt. Zodat we zeker weten dat als we de stand gaan plaatsen... dat we dan ook een optimaal resultaat hebben. Ja, het is een absolute primeur in Europa. We zijn er ook eigenlijk wel trots op. En wat we nu gaan doen, is die techniek verder ook uitrollen... over de andere centra in Nederland en Europa... waarbij dat we ook betrokken gaan zijn bij opleiding... En we gaan het dan ook verder nakijken in onderzoek en hopelijk ook over publiceren in de toekomst.